Gefeliciteerd, weer een overwinning. Hoe past deze in het rijtje sinds de winterstop? Als zwaar bevochten. Ik denk niet technisch de meest beste wedstrijd van het seizoen. Hè. Wat ik voor de wedstrijd al zei, ik hoop dat we hetzelfde niveau van de laatste 3 weken halen. Ik vond het aan de bal wat onrustiger. Maar ja, laten we vooropstellen dat dat ook te maken heeft met een voortreffelijke tegenstander. En ik denk dat het voor de rust heel erg in balans was. Hun 1 grote kans, wij 1 grote kans. Die van ons zat er alleen in. Hun een paar schoten uit de tweede lijn, wij een paar schoten uit de tweede lijn. In de rust aangegeven van, ja jongens, we moeten iets meer gaan brengen. Want je merkt dat hun goed in de wedstrijd zitten. Ja, als je dan zo de kleedkamer uitkomt, rondom de 2-0, vroeg in de tweede helft. En ook de kansen daaromheen. Ja, dan zit daar wel een stukje frustratie. Want ik denk dat we 3-0 hadden moeten maken. En dan krijg je toch het moment voor die jongman. Dat lijkt een heel ogenschijnlijk makkelijk balletje. Maar die zwabberde alle kanten op. Vorige week schieten er al 2 in en nu was het vanuit de rebound 2-1. Ja, en dan wordt het toch nog even spannend. Verschillende fases in de wedstrijd. Hè? Ik denk dat jullie goed beginnen. Aan het einde hebben jullie ook weer de controle. Maar daartussenin af en toe niet. Hè? Wat geeft dan de doorslag in die fases? Nou ja, we hadden voor de wedstrijd samen even over. Hè, toen de camera's naar huis stonden over. Ik had verwacht van Hezel op Jongman. Dat het duel zou worden. Nou, in mijn ogen is dat wel het duel geworden. Hè, want Jongman is natuurlijk een hele bepalende factor bij Barendrecht. Een lust voor het oog. Maar dat is van Hezel bij ons ook. Hè, en in de laatste minuut kon je dat mooi zien. Tiemen die stond op de penalty stip. Alleen Derian schoot zelf. Anders scoort Tiemen de 4-1. Maar nog geen 10 seconden later pakt Tiemen op de 16 bij ons weer een bal af. En nou ja, weet je, heel veel mensen hebben het altijd tegenwoordig over een nieuwe term in het voetbal. Box-to-box players. Volgens mij zijn we gewoon in Nederland. Maar hij is wel iemand die van 16 tot 16 speelt. Ja, en ik denk dat we daar de wedstrijd gewonnen hebben met Van Hezel. En dat is al weken een soort olie in de motor. En als we het moeilijk hebben, ja, dan vangt hij de klap op voor het team. En dat is een prachtige interactie. Wat ook opvalt, in Duitsland hebben ze het over gegenpressing. Hè? Als je de bal inspeelt, je verliest hem weer, meteen weer terugwinnen. Meteen druk op de opbouw van de tegenstander. Doen jullie ook? Hoeveel zijn jullie daarmee bezig? Ja, je continu. Want weet je, dat is ook weer een logische antwoord. Op het moment dat je de bal verliest, ben je het kortste bij de bal. Dus dan ga je de eerste paas laten leggen. En dat vond ik de eerste helft een beetje het manco van ons. He, die jongman is zo goed, die monster is zo goed. Die verleggen het spel en dan kwamen hun er echt goed uit. Het is gewoon een hartstikke goede ploeg. En op het moment dat wij bijvoorbeeld die 2-0 maken, veroveren wij de bal. En dan schakelen we. Ja, dan maak je een schitterende 2-0 uit een tegenaanval eigenlijk. He, maar dat begint bij gewoon duelleren, heel simpel. En vervolgens de eerste paas goed spelen. En dat, ja, dat teken je wel eens op het bord en dat vertel je wel eens op trainen. Maar ze moeten dat op het veld laten zien. En die jongens op dit moment hebben natuurlijk ook de wind in de rug. He, het is nu 4 wedstrijden, 12 punten. Ja, dat is natuurlijk een droomstart. Je zei vooraf van dat kampioenschap van Katwijk, ik geloof daar nog niet zo in. Ja, jullie lopen weer wat in. Je zegt al, het vertrouwen groeit. Is iedereen 2 centimeter langer dan een maand geleden? Nou, in ieder geval de trainer. Want die weet niet wat hij allemaal meemaakt. Ik geniet ervan en ik vind het allemaal prachtig. Maar weet je, ik heb ook gezegd dat volgens mij wij niet zo direct kampioen worden. Maar ik heb alleen gezegd dat die competitie nog lang niet gespeeld is. En daarbij... Het sloot het niet uit, toch? Nee, je kunt het nooit uitsluiten. Want als je 4 keer kunt winnen, kun je ook 15 keer winnen. Maar je moet ook reëel zijn. Het zit nu ook allemaal niet tegen. De 3-1 penalty, wel of geen deal. Voor hetzelfde geld maken ze 1 of 2 kansjes wel af en speel je hier gelijk. We moeten gewoon reëel zijn. Wij hebben een goede ploeg. Als we 100% zijn, als we hard werken. Wij moeten het van team hebben. Wij hebben niet 1 spits die alles doet of 1 middenvelder die alles doet. We hebben echt een hecht team. We hebben een mooie club. We hebben een goede aanhang die ons eroverheen helpt over dooipunten. Als dat in de wedstrijd vandaag ook weer even lastig wordt, dan beginnen ze even iets te zingen en te joelen. En dan zie je het team weer energie krijgen. En wij genieten gewoon van week tot week. En volgende week, als het weer toelaat, komt Achilles. Nou, dan gaan we gewoon weer op dezelfde manier verder als vandaag. Thuis willen we vermaken, we willen veel scoren. Nou, en dat is ook vandaag weer gelukt. En nou ja, ze hebben maandag vrij, dus we gaan eerst maar eens even lekker genieten van deze winst. Dankjewel.